Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik heb goed nieuws, want ik kan misschien jou wel heel blij maken. Omdat wij heel veel aanvragen krijgen van technische bedrijven die op zoek zijn naar technisch personeel. En volgens mij zijn mijn kijkers best wel technisch onderlegd. 1 en 1 is 2. Ik kan jullie samenbrengen. En daarvoor moet je even naar de website gaan. www.mastermilo.com/work. Of even de infokaart of de link in de beschrijving klikken. Meld je aan en wie weet kan ik jou aan een nieuwe baan helpen. Welkom bij Nutteloze Experimenten deel 2. De vorige keer hebben jullie gezien wat er gebeurt als je bij 100 km per uur in ze achteruit schakelt. Deze keer gaan we kijken wat er gebeurt als je bij 120 km per uur de motorkap open doet. Haha, we gaan het testen! Zo! Woehoe! Gaat ie! Dit nou het experiment? Ik denk dat het probleem is dat door de luchtdruk bovenop de motorkap dat hij dus dicht wordt gedrukt. Maar als we nou kunnen zorgen dat hij een beetje open springt zodat de lucht eronder kan slaan, dan werkt het misschien wel. Heb ik hier even een prop en dan had ik gedacht die zo. Dit zou moeten werken, even kijken. Wow! Een great success! Oh nee, hele deuk in de auto. Het valt me nog alles mee, eigenlijk. Ik had eigenlijk voor de veiligheid al een muts opgezet en een veiligheidsbril. Want ja, ik had eigenlijk al gedacht dat misschien de voorraam wat kapot zou gaan en misschien wel het dakraam. Maar tja, het valt me niks tegen, eigenlijk. Hij waait niet zomaar open. Daar hadden we eigenlijk wel een beetje hulpmiddelen voor nodig. En we hebben natuurlijk ook een beetje vals gespeeld, want kijk hier. Daar zit normaal de windhaak en die voorkomt normaal dat de motorkap in één keer open kan waaien. Dat is eigenlijk een extra haakje, de motorkap springt open tot de windhaak en dan moet je nog een handeling doen om hem helemaal open te doen. Er lijkt niet zoveel aan de hand, maar als dit je goede auto was, dan had je toch serieus wat schade. De motorkap is natuurlijk kapot, ja logisch, maar ook de voorraam is kapot. En ja, we hebben deze keer geluk, want er zitten geen deuken in het dak. Als je een beetje pech hebt, dan heb je ook nog heel je dak in elkaar. Dit was weer een geslaagd experiment. Daar hadden we natuurlijk nooit gedacht dat die motorkap open zou waaien. Als jullie nou dadelijk in de auto stappen, check even of je motorkap goed dicht zit. En heb jij nou nog een goed idee voor een experiment? Zet het even in de comments. Kunnen we misschien volgende keer jouw experiment wel even testen. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.